Het is toch gewoon schandalig. Ik heb juist de Fortis files gezien en ja. De reportage was schitterend gemaakt. Waarom? Omdat het toonde hoe fout Fortis is geweest in zijn beslissingen en vooral ook hoe andere banken, zoals Rabobank, zeer wijzelijk dat niet gedaan hebben. Dus hoe dat zij andere beslissingen genomen hebben en dus niet voor het snelle winstbejag zijn gegaan, hè, maar eigenlijk de juiste houding aangenomen dat een waardige bankier dient te doen, namelijk het risico van het geld, van het spaargeld van zijn klanten, hè, de belegging dat ze ermee doen, toch een beetje voorzichtig zijn. Hè. Nu, het Fortis verhaal is dus straffer dan dat ik zelf gedacht had. Namelijk, ik kan mijn ogen niet geloven. Fortis had niet gewoon papier gekocht van de Amerikanen. Hè. Dus het gaat over dus de CDO's. Hoe noem je het juist? Subprime mortgages. Hè? En wat is dat juist? Dat zijn gewoon niet prime, hè? Niet goede leningen, maar subprime. Hè? Dus minder goede leningen uitgeschreven. Hè? Dus de Amerikanen hebben zich daar mee bezig gehouden. Citigroup was daar heel goed in. En zij gaven onverantwoorde leningen aan mensen die eigenlijk dat niet konden terugbetalen, maar ze maakten nog geen zorgen, want de huizen blijven toch stijgen in waarde. En dus als die niet kan terugbetalen, verkopen we gewoon thuis en het is in orde. Natuurlijk, als de markt zich keert, dan werkt dat niet. En dus, dat zijn niet zo verstandige leningen. Wel, die subprime mortgages, die verkocht Citigroup en Company in de markt. En dat was een levendige handel. Dat was een groot succes. Veel banken deden eraan mee en kochten dat, want ze vroegen een hogere interest aan die mensen die niet zo zeker konden terugbetalen. En dat bracht dus meer op. Dus als je dat papier kocht, kreeg je dus ook een grotere interest. En Fortis had dus niet gewoon dat papier gekocht. Nee. Fortis vond dat zo'n interessante handel. En zo lucratief. Ja, dat ze daar zelf mee gestart zijn in de USA. Dus ze hebben Fortis USA opgericht. En daar hebben ze zelf voor 5 miljard euro van de spaarders van Fortis, ja, hebben ze daar geld gaan uitdelen, ja, aan mensen die dat zeer moeilijk konden terugbetalen. Wanneer hebben ze dat gedaan? Wel, op hetzelfde moment dat ze beslist hadden van 25 miljard uit te geven aan de overname van ABN AMRO. Zelf waren ze op dat moment ongeveer 40, 50 miljard euro waard op de beurs, maar dat is een waarde op de beurs. Dat zit niet op hun bankrekening. Op hun bankrekening hebben ze misschien een miljard staan, hè? Maar als je 25 miljard moet betalen, hè, dan moet je toch een nieuw trucje uitvinden. Nu, dat trucje was dus volgens de grote meneer Lippes om ook subprime mortgages te gaan produceren in Amerika, om die vervolgens door te verpatsen aan andere idioten met een mooie winst erop. En ja, dat is dus falikant afgelopen, want op het moment dat Fortis juist 5 miljard euro geld had uitgedeeld in Amerika, stort de markt in elkaar van subprime mortgages en wil niemand ze nog hebben. Met andere woorden, ze worden waardeloos. Ja? Dus de 5 miljard euro aan papier dat Fortis geproduceerd had en juist van plan was van door te verkopen, wordt plots scheidpapier. En daar gaat het geld. Ja, vanaf dat moment zat Fortis dus in de problemen. Zwaar in de problemen. En dat was al in juli. Dat was in augustus 2008. Toen was het gebeurd. De 5 miljard euro was verdwenen. Ja, en Fortis was failliet. Maar het was juist nog maar juist failliet en de regering had nog veel hoop en stortte een paar miljard euro erin en er begonnen veel
vergaderingen over wat moet men doen met Fortis. Voilà, dat is eigenlijk het verhaal. Op dat moment was Fortis dus failliet, want ze hadden een hoop verplichtingen. 25 miljard euro moesten ze betalen, dat ze niet konden ophalen. Hè, want aandelen uitschrijven ging niet meer, want het aandeel crashte en werd steeds minder waard. Ze hadden een schuld van 5 miljard als ze juist verloren waren in Amerika. Dus dat was een leeg bedrijf, dat was een bedrijf zonder kapitaal, maar met een hoop schulden. Dat moest Le Terme doorverpatsen, ja. En ja, dat heeft hij dan maar ook gedaan. De man is dus absoluut niet schuldig aan dit debakel. En de aandeelhouders van Fortis, ja, hebben recht op niets. Eenvoudigweg omdat het bedrijf leeg was, ja. Het bedrijf was failliet. Ja, tot zover. Fortis, adieu. KBC heeft zelf geen scheidpapier geproduceerd, maar wel dus en masse gekocht met het geld van de KBC-klanten, hun spaarrekeningen. Hè? Ook ter waarde van 5 miljard euro. Proficiat KBC. En die is dus ook verdwenen. Wat is de volgende fase? Nu, normaal gezien was KBC dus failliet. Dexia ook, want die had voor 15 miljard euro aan zo'n scheidpapier volledig verdwenen. Dexia was failliet, Fortis was failliet, KBC was failliet. Wat schiet er nog over? ING. Maar ik weet niet of dat zij problemen hebben of dat zij scheidpapier hadden, dat weet ik niet. Maar Rabobank. Rabobank heeft een topprestatie neergezet en bewezen wat een goede bankier moet zijn. Heeft het recht om te overleven en moest de vrije markt werken, ja, dan zou nu Rabobank de opportuniteit krijgen van een heel groot deel van de Belgische markt in te nemen. Ja. Maar doordat wij belastingsbetalers de gaten betaald hebben van KBC, ja, Dexia, ja, is het zo dat die banken er nog zijn en dat die dus onze markt blijven domineren. Desondanks dat ze zeer onverantwoord omgaan met de spaarders hun geld. Mijn besluit staat vast. Ik ga weg bij KBC. En ik ga naar Rabobank. Ik vind KBC heeft zeer mooie gebouwen. In Beveren hier waar ik woon. Prachtig. Marmeren gebouw. Maar slechte bankiers, hè. Slechte bankiers. Oké. Nu, een volgende video zal gaan over banken, ja, en het nog potentiële gevaar. Want ook de gezonde banken die niet meegedaan hebben aan de idiotieën, à la subprime moordkutjes, die zijn ook nu vandaag in gevaar. Maar dat is voor een volgende video.